Goedendag, we staan vandaag in Oud-Turnhout. Net over de Belgische grens. In België natuurlijk, net onder Breda liggend, onder Ballen-Nassau. Een prachtige mooie kas met Thaise groenten en wat fruit. Ik ben de macaroni uit de wijn. Macaroni, ja. Ja, wat me meteen opvalt is, het groeit niet in de volle grond, zeg maar het groeit echt in smalle bakjes met aarde, waardoor een waterslang loopt, zeg maar, met voeding. En dit zijn natuurlijk de welbekende prikinoe, de hete Thaise pepertjes, de kleintjes. Dit zijn echt, Thaien zijn er gek op en wie niet. Het is de makroa, de eierplant, de eggplant. Het is tegenwoordig eigenlijk het is hetzelfde principe eigenlijk als aardbeienkwekerijen. Er is ook vaak dat het zo hangt. Ik denk dat hier vroeger ook aardbeien hebben gestaan. Ja, dit zijn ze dan. Dat is een van mijn, zeker misschien wel mijn favoriet. De Thaise basilicum met de mintsmaak, zeg maar. Het is heerlijk op zomerse dagen, zeg maar. Lekker koel, verfrissend. Het is echt een topproduct. Het ziet er prachtig uit, echt schitterend. Complimenten daarvoor. Wij zeggen waterspinazie, de Thaien zeggen pakboem, de Chinezen zeggen kangkoen. De waterspinazie, ja, het is echt prachtig. Nou, nu zijn we in de winkel beland, waar alles verkocht wordt. Er staat er trouwens buiten om de hoek, want ze verkopen ook aardbeien eigenlijk. Aardbeien kun je ook kopen. Dus, maar hier binnen staan de Thaise producten, zeg maar. Je ziet de pompoenen. Kijkt u zelf rond, dan ziet u het vanzelf. Ik krijg er een beetje een vakantiegevoel van. Het is net als ik in Thailand ben nu even. Maar goed, maar dit was het. Ik heb het een klein beetje opgenomen. Dus ik hoop dat u het leuk vindt. Oké, doei.